Leuk dat jullie meedoen vandaag met de zesde aflevering van Fysiofit vanuit huis. Zesde aflevering alweer. Vandaag wordt een intensieve les die in het teken staat van het hart-long systeem. Vandaag gaan we pittige oefeningen doen. En het is dan ook weer echt belangrijk dat je het op je eigen niveau doet. Net zoals in de voorgaande lessen. Aan het einde van de les komt onze collega Carla, die met ons een aantal ademhalings- en ontspanningsoefeningen zal doen. Voor de les van vandaag heb je nodig een stoel en een matje. Het is ook handig om een klok in beeld te hebben, dat je goed de tijd in de gaten kan houden. We beginnen vandaag met het losschudden van het lichaam. Schud de benen los, schud de arm los. We beginnen dit keer boven in het lichaam. Draai maar rustig met je hoofd van links naar rechts. Van de rechterschouder naar de linkerschouder. En weer terug. Voren, maak maar eens een grote schouderrol. Schouders naar voren toe, omhoog. Achteren naar beneden. En niet door. Door je neus in, door je mond uit. Doe de andere kant om. Eerst naar achter, adem in door je neus. En uit door je mond. Goed. Draai weer de armen voorwaarts. Je mag wel op iets hoger tempo. Heel goed, andere kant om. Oké, draai met de romp van links naar rechts. En de heupen. Kant om. En de knieën. En de andere kant om. En de enkels. En dezelfde enkel de andere kant om. Maar goed. En de andere kant op. Oké. We doen vandaag 7 intensieve oefeningen. Al die oefeningen doen we eerst rustig voor. Probeer dan alvast mee te doen. Daarna hebben we telkens 20 seconden actie. Waarna 10 seconden rust. Doen we de volgende oefening weer voor. 20 seconden actie, 10 seconden rust. En op die manier gaan we de 7 oefeningen af. Dus hebben we de 7 oefeningen gehad. We beginnen weer bij de eerste oefening. Dan zullen we het niet meer uitgebreid voordoen, maar dan gaan we in één keer door. Probeer maar mee te doen. Oké. De eerste oefening gaan we dribbelen op de plaats. Die kunnen jullie gewoon meteen starten. We beginnen met rustig dribbelen en het bouwen we op naar intensief dribbelen. Probeer het tempo maar iets omhoog te brengen alvast. Maak je er klaar voor? Want over 5 seconden gaan we 10 seconden zo snel mogelijk dribbelen. Daar gaat hij. Ga sneller. 4, 3, 2, 1 en rust. Goed gedaan. 10 seconden rust. Probeer in de rust goed diep in te ademen alvast. Goed diep uit te ademen. De volgende oefening noemen we jumping jacks. Twee voeten springen we naar buiten en met twee voeten springen we terug naar het midden. En de armen mag je meenemen. Op deze manier. Dat gaan we 20 seconden doen en na 10 seconden rust. Daar gaat hij. Vijf seconden. 3, 2, 1. Rust. 10 seconden rust. Make it get away.
voor de volgende oefening op je stoel. Zet de handen maar op je stoel. En toen je stoel niet glijdt, zet ze dan maar tegen de muur. Zet de voeten naar achteren neer. En probeer maar eens rustig om het niet te heffen richting de borst. En doen we dan onder de rug. Nu doen we de 20 seconden straks. Doen we het op deze manier of op hoger tempo. Aan jou de keuze. Daar gaat ie. Nog 5 seconden. En heel even rust. Diep in door de neus. Uit door de mond. Kruk de benen los, armen rustig los. Stoel kan weer even aan de kant. Goed gedaan. Volgende oefening is touwtje springen. Alleen, we hebben geen touw, we doen het zonder touw. Goed. Op de plaats spring je en je neemt je armen mee. 20 seconden. Daar gaat ie. Draai maar als wat sneller met de armen. Vijf seconden. 3, 2, 1. Rust. Goed. Voor de volgende oefening mag je je handen in de zij zetten. 1 been voor en 1 been staat achter. En je bepaalt zelf hoe groot die afstand is daartussen. Dit is een wissellunge. Dat betekent dat we springen van been naar been. Vind je dat moeilijk? Hou je hem iets kleiner. Vind je het makkelijk? Maak je hem wat groter. Klaar? Dan gaat hij 20 seconden lang. En stop. Heel goed. Neem tijd om weer heel even op adem te komen. En de volgende oefening kom je staan op de tenen. Tenen balansoefening. Heb je veel moeite met de balans? Mag je gerust een stoel vasthouden. De hakken raken niet meer de grond. We gaan proberen 20 seconden lang op de tenen te blijven staan en een verende beweging te maken. Ziet er zo uit. Vind je dat moeilijk? Doe het dan maar iets rustiger. Maar probeer het zo snel mogelijk te doen hoor. Daar gaat ie. Hou vol, nog 5 seconden. 3, 2, 1. Heel goed. De laatste oefening. We noemen deze Saturday Night. De voeten staan bij elkaar. Met je rechterhand probeer je richting je linker tenen te reiken. En je stapt uit naar de zijkant en je kijkt naar de arm. Naar je hand. Bij elkaar. En uit. Goed. 20 seconden de ene kant op, daarna 20 seconden de andere kant op. Daar gaat hij. Ga door hoor. Op 3, 2, 1 en andere kant. Heel even adem, heel even rust. Laatste setje. Hou vol, hè? Gaat ie. Nog één keertje.
Oké. Goed jongens, goed gedaan. Tijd om heel even op adem te komen. In het midden van het beeld zit een pauzeknop. Die mag je gebruiken. Even een slokje water nemen bijvoorbeeld. 2 minuutjes pauze. En dan gaan we verder. Hey Jomer, we gaan weer beginnen. Kom op. Nu al? Oké, let's go dan. Waar zijn we gebleven? Ja, we moesten even bijkomen, sorry. We beginnen met dribbelen op de plaats. Waar we net ook mee zijn begonnen. We doen dezelfde 7 oefeningen als net. Maar sommige maken we wel iets intensiever. Doe het wel op je eigen niveau natuurlijk, hè. We doen de oefeningen nu niet meer voor. We gaan gewoon achter elkaar door. 20 seconden arbeid, 10 seconden rust. Oké, voer het tempo maar een beetje op. Dan gaan we straks eerst 10 seconden hoog tempo dribbelen. Daar gaat hij. Vijf seconden, kom op. En rust. Goed diep inademen. En uit. Want het gaat vrij snel nu. We gaan vrij snel door naar de volgende oefening. De volgende oefening waren jumping jacks. Daar gaat hij. En stop. 10 seconden rust. Pak even de stoel erbij. Zet de handen maar op de stoel. Daar gaat hij. Bewegen. 3, 2, 1. En rust. Lekker, het gaat vrij snel, ik weet het. Probeer maar gewoon mee te doen. We gaan touwtjes springen. Daar gaat het, 20 seconden lang. Vijf seconden houden vol, kom op. En weer heel even rust. Volgende oefening was het wissellunch. 20 seconden, daar gaat ie. Aan voor jongens, ga door. 1 en stop. Goed gedaan. Voor de zekerheid, want hou vast. Voor de kuiten. Daar gaat hij. Gaan voor jongens, kom op. 5 seconden. 3, 2, 1. En rust. Laatste oefening niet alweer. Kom op, hè, hou vol. Wat was het ook alweer? Voeten aantikken en de hand volgen. 20 seconden, ga. Probeer het tempo een beetje op te voeren hoor, kom op. Andere kant. Laatste keer. Oké.
Toppers zijn jullie. Goed gedaan. Kom even op adem. Even op adem komen voordat we straks verder gaan met wat ontspanningsoefeningen. Je mag eventueel weer op pauze drukken. Neem je tijd. Maar wat hier nu aan komt, dat is rustig. De training voor het hart-longsysteem zit er nou op. Jullie zijn als goed weer een beetje op adem gekomen. Zoals eerder al gezegd, gaat Carla met ons een aantal ademhalingsoefeningen doen. Je mag lekker gaan zitten op de stoel en probeer de instructies maar mee te doen. Ja, nou, ik zal even vertellen wat we gaan doen. Een aantal van jullie zullen waarschijnlijk nog nooit bewust ademoefeningen hebben gedaan. Ik ga vandaag beginnen met eigenlijk een soort gewaarwordings- of een bewustzijnsoefening van de ademhaling. Dus eigenlijk gewoon eens je eigen adem leren voelen. Ja, ik stel dan vragen, die beantwoord je in je hoofd. En er is niks fout of goed. Ga maar gewoon mee in het verhaal. Daarna ga ik de adem proberen wat bewust te sturen naar de buik. En probeer mee te doen. Als het niet lukt, raak niet van slag. Ga het gewoon maar eens ervaren. En we zien wel hoe het gaat. Het zal bij elkaar zo'n 5 tot misschien 10 minuten. Ik probeer het echt lekker langzaam en relaxed te doen. Als je erg bezweet bent, trek dan nog even snel een jasje aan. Dat je het niet koud krijgt. En dan gaat iedereen lekker zitten. Op de stoel. Voeten op de grond. Lekker tegen de leuning aan. En adem eens rustig in en uit. En als je ervoor klaar bent, laat je de ogen toe, sluit je de ogen. En ga je voelen. Hoe zit je? Welke lichaamsdelen steunen tegen de stoel? Welke lichaamsdelen steunen op de grond? Voel die steunvlakken. En voel de ruimte en de lucht om je heen. En voel het verschil. Waar voel je nog de stoel, het contact met de stoel en waar niet meer? Voel de beweging in je lichaam veroorzaakt door je ademhaling. Kijk zonder oordeel. Het is niet goed of fout, het is jouw adembeweging van dit moment. Het is ook een observatieoefening. Een oefening om jouw adembeweging te leren kennen. De adem die je nu voelt, zal zo weer anders zijn. Waar in je lichaam voel je beweging veroorzaakt door je ademhaling? Observeer je adembeweging. De inademing. Is die kort of lang? Heb je een pauze na je inademing? Hoe is je uitademing? Is die kort of lang? Is er een pauze na je uitademing?
Adembeweging gelijkmatig. Zijn de inademingen even lang of is er een verschil? Hoe is dat met de uitademingen? Zijn die even lang? Is er een verschil? En hoe is dat met de pauzes? Zijn die even lang? Is er een verschil? En de adembeweging nu naar de buik brengen. Nog meer naar de buik brengen. Leg je handen maar laag op je buik. Je blijft die adembeweging observeren, zoals je dat net deed. Wanneer je uitademt, span je actief je buikspieren aan. En je maakt je buik kleiner. Wanneer je inademt, laat je de buik weer los. En na de uitademing laat je een korte pauze ontstaan. Eigenlijk een natuurlijke pauze. Misschien kan je hem al heel lang maken. Doe dat 5 keer. Uitademen, de buik aantrekken. Pauze. Loslaten van je buikspieren. En weer inademen. Als je dat 5 keer hebt gedaan, laat je die adem weer gaan zoals hij vanzelf wil gaan. Zonder dat jij hem weer stuurt met je buikspieren, je laat je buik weer los. En je laat die adem gaan. En je observeert weer die adembeweging, zoals we dat net ook deden. Waar voel je beweging in je lichaam veroorzaakt door je ademhaling? Voel je die beweging nu nog hetzelfde als dat we net begonnen? Of is dat veranderd? Is het tempo veranderd? Hoe is het met de pauze naar de uitademing? Is die veranderd? En als het niet zo is, is het ook goed. De adem weer naar de buik brengen zoals we dat net deden, door wanneer je uitademt de buikspieren aan te trekken. Maar nu tuig je je lippen en laat je die adem eigenlijk door je mond, door je lippen uitgaan. En je maakt bij de uitademing een zacht pff.
geluid. Doe dat 5 keer. En laat die uitademing uit zichzelf nu langer zijn. En laat er ook na die uitademing een adempauze zijn. En 5 keer laat je die adem weer gaan zoals die vanzelf wil gaan. Zonder dat je bewust die buikspieren aantrekt of blaast. En voel weer de beweging, observeer weer de beweging in je lichaam veroorzaakt door je ademhaling. Nu stoppen we de oefening. Mag je ogen weer open doen. Nog even als toevoeging. Deze cyclus van 5 keer kan je echt heel veel keren achter elkaar herhalen. Als je dat wilt. En deze oefening kan je op elk moment van de dag toepassen. Liggend, zittend. Eigenlijk als je merkt, ik ben wat gejaagd in mijn adem. Is dat een hele mooie manier om je adem wat tot rust te brengen. Als je je adem tot rust brengt, raak je ook zelf meer ontspannen. De eerste oefening was meer een gewaarwordingsoefening. Als je jezelf wat meer je lichaam voelt, ga je jezelf ook meer ontspannen, ga je rustiger ademen. Het grijpt eigenlijk allemaal op elkaar in. Het zijn gewoon verschillende mogelijkheden wat je kan doen. Dus als je het een prettige oefening vindt, kan je het gewoon bij wijze van spreken elke dag 10 minuten, een kwartiertje doen. En je doet steeds een cyclus van 5 keer. Rustig in, uit, pauze. En daarna laat je de adem weer gaan. Dus misschien hebben jullie er wat aan in deze stressvolle tijden. Bedankt voor het meedoen allemaal. Het was een les met hoge hartslag en met hele lage hartslag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En hier kan je abonneren.